Ja. Wat kun je daarover vertellen? Dat is een voorlaatste single. Dat is eigenlijk een verjaardagscadeautje geweest voor mijn vrouw Anita. Ja? Ik had een lied geschreven en dat is het enige lied wat ze van mij niet mocht horen. En vorig jaar op 7 mei, 12 uur precies, dat kan zelfs al 2 jaar geleden zijn, denk ik. Ik denk 2 jaar geleden, 2 jaar geleden al. Op 7 mei om 12 uur precies heb ik haar dat liedje cadeau gedaan. Met natuurlijk een flesje heerlijke champagne erbij die we opengemaakt hebben. En dat heb ik voor haar geschreven. Echt helemaal alleen voor haar. Mm-hmm. Dus het was een cadeautje voor mijn meisje. Ja? En hoe reageerde ze? Ja, die was daar geweldig blij mee. Ze vindt het nog steeds eigenlijk mijn mooiste liedje. Alhoewel ze overhelt naar het nieuwe liedje. Want dat vindt ze ook wel heel erg mooi. Ja. Wereldwonder, een groot hit geworden? Of heb je niet op single uitgebracht? Jawel, die is op single uitgekomen. Het is geen grote hit geworden. Waarom weet ik niet. Niet alle platen kunnen natuurlijk een hit worden. Maar ik had net daarvoor Dans op de Wolken. Dat was wel een hele grote hit in Nederland. En in België ook. En het gekke is dat Wereldwonder in België, door de lokale omroep en de VBRO, dat is daar de grootste Nederlandse omroep, dus de Radio NL van België, dat hij daar wel hoog in de playlist, hoog in de rotatie heeft gestaan. En in Nederland maar op een aantal radio's, zoals Radio NL en zo, die hem wel gedraaid hebben. Maar in Nederland is het niet echt een hele grote, een redelijk bekende Andy de Bedplaat, maar geen grote hit. Het is geen Dans op de Wolken geworden. Maar in België kent iedereen het liedje wel. En daar is Dans op de Wolk inmiddels ook een hele grote hit. Omdat ik daar pas in een soap mee heb gedaan. Waar ik een week lang iedere dag op tv ben geweest. En dat werd ook nog eens 3 keer per dag herhaald. En dan op de grote zender 4. Dus dat was nog landelijk ook. Dus begint Dans op de Wolk begint daar helemaal eigenlijk een goede hit te worden in België. Ja. Wereldwonder. De voorlaatste plaat. We gaan eens luisteren nog naar die hit. Is goed. Wereldwonder. Van Andy de Wit.